Yo, kijkers van Online Kids, van hartelijk welkom bij de eerste allemaal thuiswedstrijd van dit seizoen in een iets grotere stadion. Van harte welkom hier. Vanuit de opkomst in de Carabao Cup is dit. Deze omstandigheden werkelijk perfect zijn voor een prachtig avondje voetbal. Mijn naam is Siert de Vos en samen met Jeroen Guter voorzie ik deze... Zelfde opkomst toen als gewoon vorig seizoen. Waar een iets groter stadion. Schitterende wedstrijd van te maken lijkt me. Dag, kijk maar, dat is wat groter. Dit is een schitterend moment voor deze club, voor al die supporters. Dit zijn nou de wedstrijden waarvoor je het doet. Maar ze krijgen hier wel een fantastische tegenstander op bezoek, hoor. Dit is een Swansea City die door de kenners als favoriet wordt beschouwd. Krijgen wij. We kijken naar de elf waarmee de thuisploeg van start gaat. Gewoon zoet, Pinto. Deze wedstrijd, ja. Drie aanvallers, drie middenvelders. Klein beetje van Patrick Peters is erin gekomen. En je zult zien dat die middenvelders vrij dicht op elkaar spelen. Zijn jeugdspeler dat ik er extra erbij heb gehaald. En zoals we vaker hebben gezien van dit team, kunnen we ook vandaag een speelstijl verwachten. Dat is voor hem. De tegenstander onder druk te zetten. Je krijgt dan over het hele veld van die paardjes. Ja, en niet alleen als het gevaarlijk wordt. Eigenlijk al op de helft van de tegenstander. Vorig seizoen werden we in de tweede ronde uitgeschakeld. Ik hoop nu dat ik het iets beter ga doen. Maar wie weet, het ligt er gewoon net aan wie er uit de koker wordt gehaald. En dit keer is het toch wel een moeilijke tegenstander, want namelijk Swansea City is bij ons uit de koker gevallen. Het is gewoon een loting en je moet gewoon geluk hebben. Zo simpel is het. De thuisjes hadden we natuurlijk al gezien. Is niet veel veranderd, een heel klein beetje. Want het... Eerste helft. De wedstrijd is ondertussen begonnen. En de Carabao Cup. Kijk maar, in een iets groter stadion, wat mooier, beter. Perkins. Balbezit. Cooper. Daar komt hij dichterbij. Gaat deze aanval wat opleveren? Kunnen aan niet door aan Zoet heeft hem. Pinto. Danny Post. Curry komt er niet door. McDonald. Peters. McDonald ook niet. Die zat daar echt muur en muur vast. Dit is een tegenstander. Een EFL Championship als het goed is. Joe Allen. Swansea City houdt de bal. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ik heb nog nooit tegen een Premier League club gespeeld. Maar dat hoeft ook niet, dat moet je niet te vaak doen. Ze mogen een hoekschop nemen. Het is natuurlijk wel leuk als je bijvoorbeeld een keer tegen Manchester United speelt. De speler werkt de bal weg. In een bekerwedstrijd. McDonald. Bukari. Hij loopt door, Peters, maar daar is hij natuurlijk net eerder bij de bal. Joe Allen. De scheidsrechter laat doorspelen. Kan Swansea hiervan profiteren? Maar volgens mij zijn we penalties eruit gegaan. Of in Emirates FV Cup. Nee, volgens mij in Emirates FV Cup waren mijn penalties eruit gegaan. En dan nee, dat was in de EFL Championship. Ja, dat was het. In het strafschopgebied. Dat was de EFL Trophy. Dus League 1 en League 2, daar zijn we eruit gegaan. Ruimte aan de zijkant daar. Klopt, ja. Zwart. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Kijk, Adema gewoon vanuit een wedstrijd, gewoon een doodnormale wedstrijd eruit gegaan. Danny Post. Daar waren we tot aan de kwartfinale gekomen. De op een opening. Carabao Cup en FV Cup waren we allebei in de tweede ronde er al uit.
heeft nooit echt een derde wedstrijd gespeeld. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van Laka. Doucari. Zwarts. Maar Zwarts die loopt daar niet door. Een eenvoudige bal voor de keeper. Had gewoon door moeten lopen. Hij zegt dankjewel. Dat was misschien wat geweest zijn. Swansea City heeft de bal. Koepel. Hier moet de kans uitkomen. Voet komt ook, maar is te laat en hij zit erin. Oh, hij stift die bal over de keeper. En dat, dat is moeilijk hoor, van zo dichtbij. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Nog één. Deze kans wordt heel vakkundig afgerond. Het mooi niet goed verdedigen. Ja, dat boogballetje. Om je vingers bij af te leggen. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Ze staan we achter. Met 1-0. Rivas. Orabi. Rivas. Ja, midden, dat gaat bijna niet. Ook niet via de buitenkant. Bukari neemt de bal heel makkelijk in. Nu zijn zij echt van een ander niveau. Op tijd voor dat die zie bal. Je ook, kijk, daar komen ze weer. Daar komen ze aan, dit is een penalty. En goed, dom en onnodig. Legt hem op de stip. Zo mag die keeper proberen om een achterstand niet nog meer te laten oplopen. Rauw, die probeerde om van de sliding. Hij wijst meteen naar de stip. Is dat een penalty? Ja. Zeker. Evenals de gele kaart trouwens. Ideale gelegenheid om uit te lopen. En raar. Zet erin, het is 2-0. Oftewel 0-2. Wat gaan we nu doen? We moeten toch echt iets gaan bedenken om terug in die wedstrijd te komen. Pinto. Weet dat zijn niveau moeilijker spelen. Wie roept deze dribbel een halt toe? Zijn pas gepromoveerd. Gooit de bal voor het doel. Goed geanticipeerd op die bal. Dus dat wil wel wat zeggen. Swansea met een ongeoorloofde ingreep. Vrije trap tegen. Trainer voorzet de kop af van Zwart. Komt makkelijk gestopt door de keeper. Doen, dat lukt dat ook, ja en nee. Hij werkt de bal weg. Als ze willen, kunnen ze nu counteren. Hij moet uitkijken dat hij niet nog met de kaart op zat. En dit wordt wel heel makkelijk weer weggegeven. Hij wordt te makkelijk gepasseerd. Veel te makkelijk. Maar goed, dat zit daar, zei het. Cooper, pas vanaf de zijkant. Zo zijn we gewoon nog niet klaar voor het EFL Championship. Echt niet. 0-3. Nou, dit is een goal waar we voorlopig geen genoeg van krijgen. Het begint allemaal bij die. Je ziet hoe zij spelen en hoe wij spelen. We komen er niet door. Ze verdedigen zo goed. Ze hebben veel betere spelers dan wij. Natuurlijk. Niet al te eenvoudig, maar het lukt. En de kans die vervolgens ontstaat wordt verzilverd. Doucari. En in zijn eigen 16 meter verovert hij de bal. Dat was wel mooi geprobeerd, weet je. Dan hoef je hem alleen maar binnen te tikken. 0-3. Cooper. Gaan we er nog een comeback doen. We gaan rusten met een 0-3 achterstand. Ongelooflijke. Dat ze er in de tweede helft nog een wedstrijd van kunnen maken. Ja. Want dit lijkt halverwege al beslist. Deze spelers. Even kijken, ja. Laten we eens eventjes gaan kijken. Kunnen we iets gaan doen? Pinto die is gewoon moe. Ik ga hem niet daarin laten. We gaan letten. Ja, dan moet dit maar zo. Kan Perks ook daar spelen? Nee. En hij kan hier rechts spelen, min 1. Ja, dan heb ik dat liever. Hoe zit het hier? 65, 66. Ja, het moet dan maar, hè.
Het moet dan maar. Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. We hebben één wissel ingezet. Wat heeft dat er? Ja, ga gewoon maar door. Steek maar door, ja. Dit is mooi verdedigend werk. McDonald. Rivas. Moeten naar voren. Zwart, die komt daar niet met zijn eentje erdoor. Bukari. Dan Alrabi. En start die brommer maar. Hij staat bij het veld, zullen we hem niet passen. Ja, wie komt dan even helpen? Bijna niemand. Rivas. Danny Post! Hij ziet hem er hard in! Wat een heerlijk doelpunt, mag ik het ooitje zeggen? Koek, koek! Het is 1-3! Ja, maar wel leuk! Maar je moet zeker nog twee doelpunten gaan maken. Eens kijken hoe die speler dat doet. Met de rug naar het doel en dan sterk gedraaid en de afronding. Ja, dit is echt een klasse goal. We trappen weer af met een stand van 3-1. Daar is Danny Post weer. Zwarts, kan die erdoor? Zwarts? Ja, hij is erdoor. Zwarts! Zwarts! Het is 2-3. Ja, die tellen we. En wat een belangrijke... Met nog maar één doelpunt voor Seo. Wedstrijd opgegeven. Is het zeker nog niet gedaan en is het nu weer een wedstrijd? In no time, van 0-3 naar 2-3. Heel fijn om terug te kijken, Essie. Dat moet je nou toch zien. Wat een klasse. En er is niemand die echt kan ingrijpen. Met uiteindelijk de afval. En weer toch wel weer een hoofdrol naar Danny Post. Die daar de bal afpakte en Zwarts wegstuurde. En uiteindelijk, volgens mij zeg ik weer Daniel Zwart. Het is Joël Zwarts. Heet hij. Goed werk zeg. Om hem daar af te pakken. Even die bal weg zien te rammen. Ja, maar waar. Ten koste van een inworp. Het balbezit is vaker voor de thuisploeg. Maar als ze tot scoren willen komen, denk ik dat ze toch ja, iets meer vaart balbezit, in de ja. moeten brengen. We zijn goed begonnen in de tweede helft, dat zeker. Wie de transfermarkt een beetje volgt, heeft vast al gehoord. Voor die nieuwe aanwinst van Arsenal. Ah, ik wil hem nou, daar. Zag eruit dat het ging lukken. Volgens mij past deze speler perfect bij deze club. De speler wordt geholpen. Nee, toch Post. Geen aanval. De verdediging onderschept de bal. Bukari. Is alweer een van de bal. Zo kan die gaan. Zo kan Peters voor 3-3 zorgen. En doet dat dus ook. Met nog een half uur te gaan. Dat had niemand durven voorspellen. 3-3. We zijn terug. Dit is en Zandzee kan helemaal opnieuw beginnen. Ze zijn die 3-0 voorsprong kwijt. De steekbal, dan is het om af te rekenen met keeper. Dat is echt frustrerend als dat zelf gaat gebeuren. Als ik zeg een 3-0 voorsprong en het zou 3-3, zou ik helemaal gek worden. Wat gaat hij nu doen? Oei, nou dat gaat gelukkig goed. Post moet niet te lang blijven hangen daar. Zwart. Is ook mooi gedaan. Rivas. Rivas. Buitenspel denk ik? Ja, buitenspel. Nee, geen buitenspel. Dag van wel. Hoi, dat is het geen overtreding. Tackle op eigen helft. Er zijn mogelijkheden voor een count. 3-3. Laten we dadelijk maar eens even wat gaan wisselen. Een geschokte paas. Dat was wel nodig, want het begint wat vermoeidheid in het middenveld te worden, denk Cooper. Ik. We hebben Velema nog op de bank zitten, dus die kan ik er dadelijk ook echt inzetten. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. Laten we er eens even twee man erin zetten. Zwarte, die is moe. McDonald, die gaat er ook uit. Die gaan voor Loé. En... Post. Ik zou in principe Venema erin. Ik weet dat het daar gaat.
dan doen we het zo. Peters, zal die daar kunnen? Dat is min 6. Ja, dan laten we... Dan nog heel even... Peters, ik bedoel Peters heel even staan. Er moet er eentje blijven staan. Ja, het moet dan maar heel even zo. Ja, dan kun je beter Kuipers voor Venema erin doen. Dat is misschien wat beter. Dan ga ik het even zo doen. Dan hebben we nu 3 gewisseld. En dan wordt het nu tijd voor een wissel. Twente minuut op de klok. We hebben er een ongelooflijk spannende pot van gemaakt. We hebben nog 20 minuten te gaan. Oh. Nou, die steekbal lijkt aan Peters. Te komen. Naar wie? Ja, hij wil naar hem, maar dat lukt hem niet. Balverlies. Ze hijgen hem in de nek. Blijf ook volle op de bal jagen. Om ervoor te zorgen dat zij een fout maken. Aan de zijkant ligt nu de ruimte. Zo kan hij terugkomen. Zo kan Bergwijn verliest hier de bal. Hij nog niet geweken, of toch niet? Oi, oi, oi. De speler stond buiten spel. Burton. Rivas. Rivas. Venema slaan we even over. Misschien moeten we hem toch maar naar Venema doen. Inderdaad. Maar Venema krijgt daar de bal niet weg. Burton. Beheerst. Rivas. Ik zal hem naar rechts geven. Dat gebeurt dus ook. Al Rawi. Corner. Als ze de winst alsnog willen pakken, dan zal het nu moeten gebeuren. Oké. We gaan nu eens even wisselen. We gaan... Zwarts ga ik er nu eruit halen. Hem er ook uit voor... Zal ik niet zien? Zo, nu hebben we alles gewisseld. Ja, dan moet Peters maar daar gaan staan. Dan kan ik niks aan doen. Ja, deze hoekschop. Het team krijgt 2 verse krachten. Het publiek moedigt de spelers aan. Als ze uit deze situatie scoren, dan nemen ze de lijn. Bal wordt voor het doel gebracht. Gevaar is geweten, de bal is weg. Bukari Venema! Was er heel dichtbij! Kans op een counter. Dat is goed gedaan. Trap voor Swansea. Dan maar daar even gele kaart pakken. Dan krijg je nog deze geel. Nou, mooi. Goed. Je voert natuurlijk ook die druk. Schiet op doel. Schot wordt geblokt. Waarom? Zoet. We hebben een goede keeper, dus dat is het voordeel. Zouden ze de voorsprong kunnen maken. Maar wat levert dat op? En dan kan een speler van de bank proberen indruk te maken. Ah, Loewe, je verkloot zo'n corner. Dit was misschien een beetje onnodig. In het midden van de 16. Loewe. Die bal wordt nu weggewerkt. Vanaf die Venema. Is een counter mogelijk. Stuurt hij hem weg? Ja, kom maar jongen. Oké, hij stuurt hem naar de keeper. Dat we de keeper proberen om een fout te maken.
3 minuten nog in de reguliere speeltijd. Doei. Te kort misschien. En dan zou deze aanval nog een kans kunnen opleveren. Nu moeten we doorgaan. 90ste minuut loopt. Corner. Dit is een mogelijkheid. Wat is de extra tijd nog? We zijn toch knap dat wij teruggekomen zijn op 3-3. 4 minuten. Vinden we maar de kleine blessure, hè? Nou, we gaan nog even door. 4 minuten blessure. Krijgen wij een vrije trap? Vrije trap tegen. Dat is geen voordeelsituatie. Vinden we maar de kleine blessure. Maar hij moet toch even doorgaan. We kunnen nu niet meer wisselen. Hij kan mooi doorstomen daar. Richting het midden voorgegeven. Sharp. Ja, goed geblokkeerd. Rivas. Peters. Minuten zitten erop. We mogen nog 1 aanval zet opzetten. En Peters, hij ziet hem binnen. Maar buiten hij even afgefloten. Hij heeft al afgefloten. Wat een vieze. En we gaan direct door naar penalties. We gaan direct door naar penalties. Daar heb ik geen zin in. Weet je dat een penalty is? Nooit leuk penalties. Ik bedoel, dan ga dan een verlenging doen. En anders ga dan een tweede wedstrijd doen. Dat is af en toe wel. Maar dat is nu niet. Maar ik vind het heel knap hoe we terug zijn gekomen. Had dat niet verwacht. Distra 4626, ja, dat moet dat maar zo. We hebben een goede keeper, dus dat is prima. Kijk, zij zijn veel en veel beter. Kijk, 60-564. Dus, en dit is 62, dit is 56. Ja, 47, kijk, dat is penalty nummer 4. En hij is... ongeveer, ja, hij is even slecht. Deze is nog slechter. Als de man met de penalty nummer 3 neemt. Daar komt de eerste strafschop. Nummer 1. Die strafschop gaat over. De bal raakt de lat ook nog even. Die verdwijnt in het net. De lat. Kom aan, man. Dat heb ik weer, hè. 11 meter. Een doel. Venema. En een bal. Die mist hij ook. Briljant. Briljant in redding van de doelman daar. Geen doelpunt. En de bal hij had moeten blijven staan. Sommige spelers kiezen bij voorbaat een hoek. Eens kijken wat hij gaat doen. Alsof hij gewoon... Jongen. Het is afgelopen. Dan mag hij de beslissende strafschop erin gaan schieten. Probeer al. Hij zit. Het is klaar. Het is nu al klaar. 3 penalties gemist. Prima. Heel beheerst. Doorspoelen. Hup. We zijn liggen al uit, jongens. Ach, weet je. Zonde. Nou goed. Dan hoeven we ons in ieder geval niet meer op te focussen op de Carabao Cup. Dus dat is al meteen klaar. Ja. Tegen zo'n ploeg. Het EFA Championship. Dat is dan... ja, toch wel. Prima, weet je. Daar hoeven we ons in ieder geval niet meer op focussen. Het is onze eigen schuld, dat sowieso. De nederlaag was verdiend, dat sowieso. Ja, dat klopt. Goed. Dank je. We hoeven ons niet meer te focussen. Goed. Vind je de volgende een thuiswedstrijd tegen Chef wedstrijd? Die is ook op zich wel een pittig, hè? Nou goed. Eens eventjes kijken. We kunnen heel even verder drukken. Hier en daar nog wat dingen krijgen. Krijgen we nog wat? Nee. Ik dacht misschien dat er nog iets... Goed, dus Carabao Cup leek er al uit. Dus dat is al klaar. Dan hoeven we ons al niet meer te focussen. Dus dat is... Ja, prima. We hoeven alleen... Wacht, dit is de stand. Dat hoef ik helemaal niet. Ik wil er naar mijn kalender gaan. Oh, allemaal verkeerde knopjes. Kalender,
Kijk, we spelen nu thuis. Dan hier, dan daar, dan daar. Dan gaan we deze gaan we ook nog doen. En dan pakken we natuurlijk één wedstrijd. Dan pakken we gewoon, wacht, deze wedstrijd moeten we trouwens ook nog gaan doen, zie ik. Dat is de Evelique trofee. Nou, dat moet wel te lukken zijn. Dit is ook voor de Evelique trofee. Nou, kijk. Dan hebben we gelijk al twee wedstrijden voor die maand wat we natuurlijk nog moeten doen. Dan moet ik even gaan kijken. Het is vandaag natuurlijk donderdag. Mooi, is het vrijdag. Dan die. Dinsdag. Bijvoorbeeld woensdag. Donderdag. Dan is het bijvoorbeeld vrijdag. Nou, dat kan. Dan pakken we dinsdag weer een wedstrijd. Voor een maand, ja. Dan denk ik dat we al dinsdag. Heb je maandag ook gelijk deze maar even doen. Dan pakken we gewoon die. En dan kunnen we hier de competitie. Dan hebben we dus dit voor dit. En dan kunnen we vrijdag deze maand. Doen zonder bekerwedstrijd. Dus dit is ook maar best wel wat bekerwedstrijd 2. Dan proberen om deze toch maandag te doen. Zullen we dat gewoon doen? Gewoon maandag deze doen. Niet aankomende maandag, maar ja. Dus we hebben deze nog. En dan volgende week natuurlijk nog tot met deze maandag. Dus dat moet dus niet aankomende maandag, maar de week daarna. Ik denk dat dat een goed deal is. Dus we gaan gewoon ons focussen op dit. En ik wil ook voor de Evelique trofee, dat die toernooi neem ik ook heel serieus. Want ik wil proberen om verder te komen dan de vorige keer. Vorig seizoen kwartfinale. Dus laten we proberen om nu mooi de halve finale te bereiken, als dat gaat lukken. We zullen zien hoe het afloopt, want de Carabao Cup ligt er al uit. Het is zo hoe het is, maar wij zien elkaar morgen gewoon weer terug om 6:30. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan, jongens. Mazzel!